ga zonder microfoon spreken met mensen. Dat is raar. Dus dat maakt het ook wat, iets wat intiemer, denk ik. Tweede sessie van vandaag. Een paar mensen die ik herken vanuit de eerste sessie. De laatkomers. Sorry. Geen probleem. Je mag trakteren op champagne straks. Vandaag uitgenodigd voor jullie in de eerste sessie Hilde van Meegen en Bert Scholiers, die samen gewerkt hebben aan Sprakeloos. Even testen in de zaal, en dan weet ik het ook direct, om de juiste dingen, de juiste toetsen te doen. Wie heeft het boek gelezen van Tom Landau? Ola. We zijn grote fans aanwezig, dat is heel goed. Dus we gaan het hebben over het script-to-screen verhaal van Sprakeloos. En denken jullie ook dat daar geen scenario van te schrijven is? Ja, die vraag heb ik al zo vaak gehoord. Van, hoe kun je daar nu een scenario van schrijven? Dus dat is grappig. Ja. Maar het is jullie gelukt, denk ik. Enfin, tuurlijk dat! Het resultaat kunnen we nog niet integraal zien. Dat moeten we nog verwachten tot 15 maart, als ik het goed begrepen heb. Maar er is wel al een trailer. Losgelaten net voor de kerst. En ik stel voor dat we met jullie goedkeuren dat we daar eerst even naar kijken. Is dat oké? Okay? Oké, okay, dan gaan we even kijken naar de trailer van Sprakeloos. Maken. En wat vond er van? Heel schoon, hè? Ik zou zeker 5 minuten wakker kunnen blijven. Het is langer als ik bij jou lees de boek. Pa, wat is er gebeurd? Pas op moeder niet meer, jongen. Die hoort dan niet lang uit. Zwijgen. Ik kan niet meer schrijven. Een woord, nog een woord, nog een woord. Dat is dan een boek en dan moeten de mensen dan godverdomme lezen. Misschien moet je schrijven over je moeder. Meneer, pas op. En er is maar één slag, mensen. Verfoeilijker. Dat mensen die slecht schrijven over hun ouders. Dat zijn mensen die niets schrijven over hun ouders. Ja, maar trouw, gelijk dat we aan het dansen zijn, hè, man. Tadaa! Oh, die is gewoon bier, jongen. En haar gezicht. En die kon zingen. En spelen, joh. Ik moet sterven, ook zonder uw wet. Hey. Voilà. We zitten hier als pasjas in ons koninkrijk. Dat is geen mens. Dat is mijn moeder. Vertrouw je mij? Eén, twee, drie. Au, au. Ja, het boek, alleen een roman, een zeer lijvig roman zelfs, van een bekend en begenadigd auteur in Vlaanderen. Ja, hoe begin je daaraan? Ik zal beginnen vertellen met hoe ik op het idee kwam. Ja, voilà. Ik had Smor verliefd gedaan, wat ik trouwens ook samen met Bert het scenario heb geschreven. En ik ging met mijn dochter even naar Egypte op vakantie om maar bij te komen na de draaiperiode en de montageperiode. En ik ging eigenlijk naar Egypte met de bedoeling om daar tegelijk een beetje te researchen voor een scenario waar ik mee in mijn hoofd had, Mr. Farao, over mijn vader en mijn broer. En ik heb het boek Sprakeloos meegenomen en ik heb dat daar gelezen. En dat is een van de weinige boeken dat mij aan het huilen bracht. Dat gebeurt niet gauw. En ik kwam terug en ik zei tegen Caviar, en heb de goede research voor Mr. Farao? En ik zeg, nee, ik wil Sprakeloos doen. En dan heb ik Tom gebeld en die zei, ja, maar schat, er zitten al 3 andere regisseurs op. Ik zeg, ja, dat is dan heel veel. Ja, zegt hij, maar ik heb nog niks toegezegd. Die moeten ook allemaal bij mij solliciteren, in de zin van vertellen hoe ze de film zien, wat dat ze ermee willen doen en zo. Dus jij ook, hè? Jij als een van de 4. En wie waren die andere 3? Er waren 2 Nederlandse, een duo Nederlandse. En hier was het, als ik mij niet vergis, Christophe van Romp. Okay.
Pa, en... Mogen we dat zeggen? Nee, we mogen dat niet zeggen. We mogen dat niet zeggen. Ik vergis me, het was niet Christophe. Nee, het was iemand anders, maar we mogen dat niet zeggen. Nee. Ik weet het trouwens ook niet meer echt zeker. Maar ik heb toen Tom uitgenodigd om naar S'morverliefd te komen kijken, de film die toen nog niet uit was. Wetende dat hem dat zou bevallen, omdat dat een hoog kitschgehalte heeft. En dat heeft Tom ook wel een beetje een hoog kitschgehalte bij momenten. Hij is daar naar gekeken, samen met René, zijn vriend, en met Saskia Leenaars, zijn agenten. En ze zaten met drie, helemaal alleen in een grote zaal in de Cornepolis. En hij vond die film geweldig. En dan heb ik daarna in de Engel mijn insteek verteld. En ik was blijkbaar de enige van alle vier die de schrijver tot hoofdpersonage maakte in de plaats van de moeder. Ik had toen ik het boek las helemaal geen zin om het over die moeder te hebben. Een amateuractrice die ook slagersvrouw is en dan aftakelt. Dat vond ik niet zo interessant. Wat ik wel interessant vond was een schrijver die niet meer kan schrijven omdat de moeder aftakelt. En ik was blijkbaar de enige die die insteek had, en toen had ik het. En dan heb ik Bert erbij betrokken, want ik wil eigenlijk nooit meer iets doen zonder Bert. Omdat... En zo charmant. Hè. Nee, maar dat is ook zo. Waarom? Omdat Bert en ik zeer verschillend zijn qua temperament, qua karakter, maar daardoor zeer compatibel. Ja. En dus... En dus opposites attract. Dus, precies, ja. En dat werkt zeer goed. Hetgeen dat ik te veel heb aan emotionaliteit en... Heeft hij wel meer aan rationaliteit? Hij is bovendien ook een levende encyclopedie wat film betreft. Werkelijk, vraag hem eender wat vanaf het ontstaan van een film tot nu. En hij weet dat. Dus ik dat op mijn cv zet, echt dat telefoonnummer. Wat zeg je? Ik moet je telefoonnummer op mijn cv zetten. Ja, echt waar. Nee, maar dat is gewoon zo. Dat is echt waar. Een wandelende lexicon van de filmgeschiedenis. Met andere woorden, waardoor dat je als van het werken bent, kan hij ook heel goed soms refereren naar. Ik herinner me met S'morverliefd dat ze ons zeiden van voice-off, dat is echt, dat doet er niet meer verder nog. We kregen heel veel kritiek op het feit dat we een voice-off gebruikten. Ja, dan komt Bert met zo'n lijst van in die film, in die film, in die film, in die film, in die film. Dus dat is fantastisch. Voilà, en zo. Hè? Ik weet niet of het dan nu voor jou... Allee, maakt jij eens reclame voor mij. Nee, maar dus de afspraken met Tom zijn dan eigenlijk eerder... Waren dat eigenlijk voordat er een producent bij betrokken was? Of ging dat dan nee, een nee, ik heb onmiddellijk gezegd, ik heb jaren gezegd dat... Nee, maar S'morverliefd was ook caviar. Ja, dat weet ik, ja. Nee, het was onmiddellijk de bedoeling van dat met caviar te doen. En zij zag het ook zitten. Dat is Frank van Passen, voor alle duidelijkheid. Ja, toen was dat ook nog vooral Bert Hamelink. Maar die is nu naar een leverhuis en die doet daar de caviarafdeling. Maar heel de laatste 2-3 jaar heb ik met Frank gewerkt als producent. En dan heb ik hem gebeld en gezegd van, zie je dat zitten? En gelukkig zijn. En kregen jullie dan carte blanche? Want ik kan me inbeelden dat Tom Langlois, het is niet, trouwens niet de eerste maal, denk ik, dat een boek van hem verfilmd wordt. Ja, volledig carte blanche. Volledig carte blanche? Volledig. Maar hij wilde zich absoluut niet moeien met scenario, wat hem uiteindelijk wel gedaan heeft. Omdat ik hem ook alles stuurde. Ik wou hem wel betrekken daarin. Ik wou ook zijn goedkeuring wel hebben. Ik wou wel weten of hij akkoord was. Mm-hmm. En ik herinner mij ook bij de eerste versie dat ik een vlammende mail krijg van ja, als het zo zit, dan gaan we dat beter niet doen. En dan trek ik mij terug. En wat een narcistische nicht is die man. Dus dat was heel grappig. En toen zei ik, ja maar Tom, je kunt echt niet verwachten dat een scenarioversie van de eerste versie... Zeker ik niet. Ik heb nooit minder dan 15, 16 versies geschreven van een scenario. Maar in het begin zijn aan het zoeken naar structuur. En dan zijn ze nog niet bezig met dialoog. En je bent nog niet bezig met het uitdiepen van de personages. Maar je bent vooral bezig met, wat is de structuur van deze film? Dat had ik hem laten lezen. En dat was... En zo zijn er in de loop van de... Want er zijn 21 versies geschreven. En in de loop daarvan zijn er nog 2 of 3 keer dat hem... Zij van, oh nee, maar doe niet aan mee. En ik zei, maar rustig. En in hoeverre is dan versie 21, wat dan de finale versie is, voor de leerwijze kunt op te nemen, echt fel verschillend van de eerste versie dan geweest? Niet eens zoveel. Structureel gezien? Structureel dat... bijna niet. Want de structuur eigenlijk heel snel te pakken, omdat dit boek is eigenlijk heel modernistisch geschreven ofzo. Dat is eigenlijk een chaos van... associaties en gedachtegangen en zo. En bijvoorbeeld ook altijd als
Tom van Waan, ik zie hier nog staan, want ik heb mijn versie uit 2010 bij meegenomen. Ja. De eerste keer dat ik het gelezen heb. En hij breekt eigenlijk altijd, het zijn altijd bepaalde eikpunten. Zijn het bijvoorbeeld de broer zelf. En ik denk dat hij een boek letterlijk, dat hij begint op pagina 80 en eindigt op, dat we na de broer zitten op pagina 157. Terwijl er maar 3 of 4 pagina's over die broer zelf gaan. Maar er zitten allemaal associaties en herinneringen en zo. En dat is een tactiek die hij altijd doet. Dus het was heel... We hebben bij het schrijven meteen gezegd... Ja, maar we wisten ook meteen dat we wilden vertrekken van de essentie vader-moeder, zoon-moederrelatie. Mm-hmm. En dat we alles van omgeving, van dorp, van... hoe noemen ze dat? Een tijdssfeer, een tijdsbeeld. Dat we het daar niet wilden over hebben. Dat we het echt wilden hebben over zoon-moeder. En dan vuurt het zich nogal gemakkelijk uit om... Ja, inderdaad. Dan zijn er de scènes over de moeder als die haar leven en de scènes over de zoon. En dat is ook het scenario eigenlijk... geworden, ja. Die twee wisselen af. Dat is een structuur die we eigenlijk hebben blijven houden. Eigenlijk is het heel weinig veranderd. Omdat het vooral een soort passiviteit. Onze eerste versie, daar denk ik nog. Dan waren wij best tevreden. Maar het personage was heel passief en was eigenlijk alleen maar aanwezig. En dat was die narcistische dichtus. Ja, en daar was iedereen, behalve wij, heel onenthousiast, heel weinig enthousiast over. Dus dan hebben wij ons op zoek gegaan naar meer conflict. Dat hij ook het... Dan is Tom bij ons komen zitten. Dan heb ik gezegd, oké, het probleem is dat ik te weinig weet over de schrijver. Kunnen we eens een dag of twee samen zitten en vertel ons eens wat gebeurt er met de schrijver. En dan heeft hem heel erg verteld, en dat was eigenlijk de sleutel voor ons om verder te gaan, zijn enorm schuldgevoel dat hem had. Omdat hij heel de tijd naar die vrouw zat te kijken en dacht, wat een goed materiaal is dit. Dat staat ook een beetje in de boek, maar niet veel. En daarover heeft hem veel verteld. En vanaf dan hadden we veel meer een ingang om het hoofdpersonage uit te doen. Dus in het film was een stuk dialoog die eigenlijk dingen zijn die Tom in dat gesprek gezegd heeft. Ja, precies. Ja. En die niet in het boek staan. Wordt Tom dan beschouwd als mede-co-scenarist? Nee. Maar het is niet omdat je een dag babbelt met iemand dat een co-scenarist is. Dat is deel van de andere mensen. Dat moeten we toch schrijven. Maar we hebben het wel over Tom Lanois natuurlijk. Hè. Dus, misschien dat hij andere regels voor zichzelf heeft. Nee, het enige wat hij ook gedaan heeft, en dat was ook zeer fijn, is toen we het uiteindelijk af hadden, en hij daar ook heel tevreden, dan hebben we zo eens een dagje pingpong gespeeld met de dialogen. En dat was fantastisch. Hij zegt iets, ik antwoord, hij antwoord, hij weer, ik weer. En echt zo pap, 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 pingpong spelen. En er kwamen heel schoon dialogen uit. En, en daar is hem natuurlijk wel een meester in, hè, in het schrijven van dialogen, zoals hij ook theaterstukken schrijft. En zo. Maar dat was wel allemaal al gebaseerd op wat er al was. Mm-hmm. Het is niet zo dat na een gesprek met Tom wij ineens een heel ander soort dialoog op zoek kregen. Het werd gewoon iets meer... Er is nog wel een grappig ding, omdat er in de film een beetje zo'n soort een beetje een uitpakking die niet in het boek zit met die travestiet. Ja. En sowieso gaan heel veel mensen van die film uitkomen zeggen, dat is een raar idee, dat mensen niet aan de film moeten toevoegen, maar dat is een ding van Tom Lanois. Dat is echt een idee van Tom, ja. Dat is een soort, het zit op het einde met travestieten zijn en die soort Tom Lanois aangeleverd. Maar zit die er nog in? Ah ja, die zit er nog in. Dat staat niet in het boek. Want er zijn een aantal mensen, behoorlijk van mensen die het boek hebben gelezen, gaan zij niet teleurgesteld zijn misschien? Dat de film helemaal afwijkt van het boek, want dat is toch wel een beetje... Nee, het is niet waar. Het wijkt niet af van het boek, nee. We zijn er echt in geslaagd om de essentie van het boek te vatten. Mm-hmm. Namelijk... de aftakeling van die moeder en wat dat doet met die schrijver. Dus natuurlijk, als je ook de anekdotiek gaat bekijken, hoeveel bladzijden is dit boek? Voilà, 300, meer dan 60. Je weet, 1 minuut is 1 pagina, ook in scenario. Ja, dan moet jij een serie maken. En het is 110 minuten, 105 minuten is de film. Dus je kunt nooit, maar ik heb de indruk, maar dat is misschien zeer wishful thinking van mezelf, dat je het boek vergeet, dat je zo meegenomen wordt door wat er aan emotie in de film gebeurt. Ja. Ook omdat je het personage... En wat ik geleerd heb van Robert McKee, ik weet niet, jullie zijn allemaal scenaristen hier, is you have to reinvent the story. Hè? Als je een boek
opnieuw tot film maakt. Het een heeft eigenlijk niet zoveel met het ander te maken. Reinvent the story, want je kunt niet een boek evenaren. Dat is een heel andere dynamiek, een heel andere ritme. En al zeker een boek. En al zeker. Ja, en er zitten ook heel wat eigenlijk eigen herinneringen en dingen van ons ook in. Ja. In het scenario. Dat is ook nog iets waar je natuurlijk je eigen dingen meedraagt. Dus op het begin zit er een flashback in tijdens Wereldoorlog 2 over Raptorbal. En die zit ook niet in het boek. Dat is gewoon een ding dat mijn grootmoeder ooit verteld heeft. En zo zitten er bij mij ook dingen in. Ja, van, ja, dus ja, nee, dat wordt toch een eigen amalgaam van wat Tom is en wat Bert is en wat ik ben en wat Sprakeloos het boek is. En dat wordt dan de film. Het is zo jammer dat we geen stuk kunnen zien. Hè? Je hebt juist een trailer. Ja, ja, een trailer, maar de trailer is natuurlijk een andere commercial ja, voor... Ik ben daar ook niet zo voor om stukken te laten zien. Omdat ja, maar, dat zo, nee, maar dat is zo uit de context. Allee, om een scène heeft een scène die ervoor komt en die erna komt en dat bepaalt de scène. Dus ik ben daar niet zo voor om stukken te laten zien. Oké, de film is opgenomen, uiteraard. Het is ondertussen klaar en wordt geleased op 15 maart. Was Tom Langlois als auteur van het boek af en toe aanwezig? Alleen maar als de pers kwam, om de pers te woord te staan? Nee, nee, maar niet omdat hij dat zo graag doet, maar gewoon om dat bereidwillig te steunen. En hij heeft, en voor de rest zat hij met een wieberende kin en een trillende lip te kijken naar Vivienne en Marie, die de moeder spelen. Jongen, hij kan er absoluut niet tegen, dat is voor hem zeer emotioneel. Hij is zeer nauw betrokken bij die thematiek, bij dat boek. Hij heeft ook de film helemaal alleen, dus de montage zonder dat de klank af was en de grading af was, heeft hij helemaal alleen in een grote zaal gezien met René, zonder dat er iemand bij mocht zijn. Daarna zaten wij dan te wachten van, wat vindt hem ervan? En dat duurde 20 minuten voordat hij in die zaal uitkwam nadat de film gedaan was. Dus ik dacht, ja, dit is gewoon te erg. Ik zat compleet in zak en as. Ik dacht, dit kan niet een goed teken zijn. En ik ben dan gaan kloppen, want er was een volgende visie voor een testpubliek. Ik ben dan op de deur gaan kloppen en gezegd, ja, jullie moeten eigenlijk uit de zaal en de volgende moeten binnen. Maar hij was dolgelukkig met de film. Dus. Ja. Wat ook zeer goed is, want je wilt Tom Langlois niet tegen hebben. Dat kan ik u verzekeren, dat wilde niet. Bert, je hebt ook al je eerste speelfilm komt er binnenkort aan. Dus je bent ook scenarist-regisseur, net zoals Hilde. Hoe werkt het dan op de set? Want op de set denk ik, Hilde, ben jij enkel regisseur, hè? Ik ben niet aanwezig. Je vindt dat niet erg om... Nee, ik vind dat heel rustgevend dat ik niet de persoon maar niet moet wakker liggen erover. Nee, maar je bent wel meer de scenarist, hè? Ja, maar dat is toch wel een heel andere gegeven dan de film maken. Maar ik hou hem wel op de hoogte en hij is één keer op de set geweest, juist met die gigantische... psychotische scène, ja. Na de travestietenclub, ja, inderdaad, die niet in het boek zit. En dat vond ik wel weer. Ja. Nee, maar bijvoorbeeld, soms had ik wel, en dat is wel fijn ook om met twee te werken, want ik wil ook nooit meer alleen werken. Ik heb de kus alleen gedaan, waardoor je geen afstand hebt van je eigen scenario. Omdat je echt elke komma, elk punt hebt zelf geschreven. Terwijl, als hij iets schrijft, ik kan daarop reageren, ik kan dat veranderen. Ik schrijf iets, hij reageert, want zo werken wij ook. Ja. Hij schrijft een versie, ik reageer erop, ik schrijf een versie, hij reageert erop, hij schrijft een versie. We werken samen om heel de step-outline te maken, maar vanaf dan zitten wij eigenlijk nooit meer samen. Allee, dan is het... Ja, maar dat werkt perfect voor ons. Ja. Allee, dan bespreken we wel. Hè. Als hij een versie geeft, dan bespreek ik wat ik een probleem vind, of als ik erin maak, bespreekt hij wat hij beter vindt. Maar wat ik dus wel tijdens trial kon doen, als ik merkte van dat werkt niet, die scène werkt niet, dan kon ik wel bellen en zeggen, Bert, verzin hier eens iets grappiger. Want hij is ook zeer goed en grappig. En dan verzinde hij dat snel. En dat was wel fijn voor mij als regisseur, dat ik daar niet ook nog mee bezig moest zijn op de set. Met oplossingen zoeken soms, waardoor dat je budgetair iets niet kon halen of dat je dat moest veranderen. En dan kon ik zeggen van, klap die strap in uw pen en doe dit. In hoeverre is het shooting script of het finale versie, de 21ste versie, die op papier stond, na de opnames effectief ook vergelijkbaar? Zijn er veel dingen veranderd nog op de set? Of zijn er zaken die je zegt van, omwille van budgetten? Nee, niet op de set, maar zoals steeds budgetten.
Dus je begint altijd met je droom, je droomscenario. Zo moet het ook schrijven. Begin vooral niet aan budget te denken terwijl je schrijft. Maar als het bijvoorbeeld de ratsoenbonnen was eigenlijk een scène die in de werkelijkheid zich afspeelde. En die hebben we daarna, dat was trouwens een idee van mij, ik heb die dan daarna op theater gezet. Dus we hadden geen geld om dat te doen, want je hebt een oude decor nodig. En een patatenkraam en allemaal mensen in, ja, in historische kledij. En dat was allemaal veel te duur. En dan heb ik gewoon Roger, de jonge Roger, in theater gezet. En heel die patatenscène op theater laten spelen door Marie, de jonge José. En dus heb je wel nog die scène, maar in een theaterversie. Waar je een geschilderde decor hebt. Waarin de kostuums ook niet echt zo nauw moeten zitten, luisteren. Dus dat soort veranderingen doe je dan wel. Ik vind dat, ik hou daar, ik kijk daar enorm op. Ik kijk enorm op het feit dat ze zeggen, we beginnen geld. Dan begin ik te denken, hoe kan ik dat nu doen, dat dat even interessant blijft, of nog interessanter wordt. Dus en ik kijk daar echt op. In de begrenzing helpt mij om mijn verbeelding te doen werken. Dat is misschien ook grappig om te zeggen, toen dat een jaar of twee of drie geleden, toen dat de hele problemen hadden met geld in Nederland, hebben ze ons gevraagd om een goedkopere versie. Ja. En toen hebben we die versie geschreven die ook heel erg centreerde rond het theatergezelschap. En dat was dan met Bergman. Met FC Bergman. Ik weet niet of jullie FC Bergman kennen, de theater. Dat is meedeels, mijn dochter zit daar ook in. En ik wist toen al dat Marie, de jonge José. En dan hebben we dat inderdaad heel dat boek op theater, in een theaterrepetitie met mensen. Dat was voor die Anna Karenina film. Dat was niet duidelijk. Maar dat was, want dan ging het eigenlijk over het maken van een theaterstuk. En Marie speelde dan ook een dubbelrol eigenlijk als een actrice. En dan kreeg je eigenlijk die dubbellaag met die actrice, de amateuractrice José en de actrice in het heden, nu die ook een leven anders. En dat was eigenlijk bijna. Wij vonden dat kei tof, maar Tom zei dat gaan we dus niet doen. Maar dat was wel, ja. Maar dat was wel een heel toffe oefening. En, maar, dus ik vind geen geld hebben kan zeer inspirerend zijn. Wanneer wil zeggen dat ik droom van ooit eens een budget te hebben waar ik echt van droom? Wat is het budget weer? Het budget is heel simpel, 1,6 miljoen. En we hadden oorspronkelijk 3,2 miljoen gebudgeteerd. Met historische scènes. Ja. Er is bijvoorbeeld de begrafenis van Guy, de zoon die sterft. In het boek is Guy een jaar of 38. In de film is Guy 18 jaar als hij sterft. Dus dat soort dingen hebben we ook gedaan, dus het is niet zo trouw aan het boek. En we hadden ook meer verschillende tijdsperiodes en verschillende acteurs en dat soort dingen. We sprongen veel meer van, ja, we gingen heel bijna helemaal door de tweede helft van de 20e eeuw. In de eerste versie. En ja. Dat is nu ook meer beknopt. Ja. En die flashbacks zijn ook vaak... interieur. Ja, nee, in het heden. Het is een beetje magisch realistisch dat die personages plots in het heden staan. En dan eigenlijk hele flashbacks in het... Dat moeten we dat uitleggen. Elke flashback wordt eigenlijk opgewekt door het personage Jan Meerman, dat is Tom Lanois. Hij heet ook niet Tom in de film, hij heet omdat ik het juist van hem wou wegtrekken. Maar elke flashback wordt eigenlijk opgewekt door zijn blik. Met andere woorden, hij zit in de flashback heel vaak. Hij zit in de flashback als hij begint. En dat werkt enorm goed. Er is een moment dat de ambulance de oude José komt halen en met haar wegrijdt en dan komt het oude politiebusje en komt de jonge Marie, de jonge José, terwijl Stanny daar staat. En dan komen ze zeggen dat er iets gebeurd is met Guy. Op die manier hebben we de flashbacks ook alweer om geld. Om de hedendaagse auto's te laten staan. Alleen dat busje komt eraan. Allee. Dus ik heb... Maak het origineel, dat is het. Maar dit soort ingrepen zijn gebeurd tijdens het schrijven van de 21 versies, neem ik aan. Ja, vanaf dat we het budget wisten, dat we niet hadden. Okay. Dus we hadden ons 21ste versie af, we hadden ons 20ste versie en we hebben daar dan de 21ste. Ja. Maar daar heb ik vooral op gewerkt, want jij wordt dan zo bezig met je film. De laatste vier, vijf versies heb ik gedaan, maar dan had ik hem ook niet meer nodig, want dan zat alles al. En als het moeilijk was, belde ik hem en dan sprong hij wel in voor een scène hier of daar. Ik werk ongelooflijk graag mee, omdat dat zo flexibel is en gemakkelijk. Ja. Dus als je ooit een hele goede co-scenarist nodig hebt, je ziet er maar eerst aan mij vragen, want ik heb hem ook nodig. Zijn er vragen uit het publiek?
Ja, ik wou eens weten, bij Caviar lezen ze daar ook jullie versies? Of is het alleen Tom Lanois die leest? Nee, maar Tom Lanois is de laatste die het leest. Nee, Tom Lanois wordt... Dat klinkt nu precies alsof dat hij er heel bij betrokken is, maar dat is absoluut niet het geval, hoor. En hij wil dat ook zelf niet. Ja. Dus eerst leest Frank van Passel, Bert Hameling, Bode Groep. Absoluut. En hij gaf ook feedback. En ja, absoluut. En dan Frank heeft ook veel gehad. Ja, Frank van Passel is een hele... Frank is echt super om mee te werken als producent, omdat hij ook denkt als scenarist en regisseur. Niet structureel, heel goed. Ja, structureel is hij echt goed. En toen Bert Hameling naar Amerika vertrokken was, zijn wij met Frank beginnen werken en dat heeft ons echt wel geholpen ook om verder te geraken. Zo. Frank denkt heel erg filmisch mee. Zo. Terwijl Bert Hameling veel meer commercieel denkt. Van hoe verkopen we die film? Het zou een goede... Bijvoorbeeld Bert vond dat Marie en ik allebei José moesten spelen. Want dat zou nogal een stunt zijn. Hilde van Miechem en Marie spelen dezelfde rol. Terwijl ik dacht, no way. Laat dat niemand anders het regisseren. Maar dat is echt niet haalbaar. Dus Bert denkt heel... producer, maar Frank is echt een plezier om mee te werken, omdat hij zo dramaturgisch denkt. Dus ja. Dus ja, ze lezen het scenario en geven feedback. Absoluut. Nog vragen? Je zegt dat Tom Lanois in zijn boeken werd zeer associatief. Dus hij kiest één moment in de tijd en dan breidt hij daar een hele flashback rond om bijvoorbeeld zijn personages voor te stellen. Heb je die manier van schrijven proberen toe te passen? Nee, absoluut niet. We hebben eigenlijk heel op het begin besloten om gewoon de kop van de twee helemaal te stelen en die structuur gewoon. en ook Julia, die film van de Ryan. Ja, Julia en Julia. Die twee films. Ja, dat is heel grappig om die twee films, want dat is heel vooraf liggen, maar eigenlijk... Maar het is waar hoor, wat hem zegt. Het is geen grap, hè. Want bij Julia en Julia komen die op het einde samen, wel op het einde ook zo'n flashback. Nu zit er ook zo'n stuk in waarin alle personages op één moment samenkomen die we gezien hebben in de film. Dus eigenlijk is dat heel logisch. Ja, het is letterlijk gestolen. Maar daarom is hij heel goed, snap je? Want als we nu eens naar die film kijken en dat. Want je kunt hier ook bijvoorbeeld zo'n Otto en Metzen en zo van maken. Maar dat was mijn inspiratie, vertrekpunt trouwens. Maar dan zou Bert Hameling zeker een hartaanval gekregen hebben. Ja, absoluut. Nee, maar Otto en Metzel was wel de insteek, want zo heb ik Tom ook overtuigd. Een regisseur die niet meer kan regisseren. Ik weet niet of jullie Otto en Metzel van Fellini gezien hebben. Zeker doen. Fantastisch, Mastroianni is een regisseur. En er draait een heel filmploeg rond. De crew, actrices, die vragen elke dag wat is het scenario. Maar dove het scenario, maar dove het scenario. En hij zegt, het komt. En hij weet bij God niet wat hij wil maken. Hij heeft geen idee, hij heeft de totale writersblok. Dat was ook het vertrekpunt van de schrijver die niet meer kan schrijven omdat de moeder ziek is. Ja. Dus ja, je baseert je toch wel op allemaal klassieke bronnen. Ja, want we hebben dan persoonlijk dat het personage eigenlijk met een heel groot historisch roman bezig is en daar heel veel opzoekwerk van moet doen. En het slaagt eigenlijk maar niet om die laatste hoofdstukken af te maken en het vindt zich helemaal vast op details. En ik weet niet wat in de montage nog... Er blijft nog iets van over. En het is zo... Nee, het is dan zo dat zijn de actrice zegt van, ik heb dat gelezen, dat jong, jij moet echt op vakantie gaan. Dit kan gewoon niet meer. Maar dus daarmee vertelde dat hij niet meer kan schrijven doordat die moeder dat meemaakt. En dan zegt zij van, zou je niet over uw moeder schrijven? En hij zegt, nooit doe ik dat. En dan kreeg hij zijn schuldgevoel. En heel langzaam in de film zie je dat hij begint terug te schrijven over zijn moeder. En zo ontstaat dan op het einde het boek Sprakeloos. Ja, het is eigenlijk hebben we het een beetje gebanaliseerd eigenlijk ook. Het is ook met conflict eigenlijk, want we hebben dan de partner van Tom Lanois eigenlijk ook gecreëerd. René, ja. En die, zodat die relatie ook problematisch kan worden. En in de film gaat het hoofdpersonage schrijven gewoon op een bepaald moment terug voor een paar weken bij zijn vader gewoon wonen. Ja, dus je ziet, trek niet op de boek, hè. Echt niet. En dan begint hij te schrijven aan die roman over zijn moeder. Dus het zijn eigenlijk heel simpel dingen. Ja. En dat is natuurlijk ook omdat je met een film, een commerciële film eigenlijk, die wat mensen hebben. Waarover exact deze sessies gaan natuurlijk. Ja. Dat je een boek hebt en dat de filmversie toch een adaptatie nodig heeft, omdat niet alles uit een boek. Reinvent, hè? Reinvent, absoluut. Ja, maar je hebt die crisismomenten nodig. Hoe vertelde die?
Ja, want die hebben we als eikpunt echt, want ik zie ze hier zitten en die zijn eigenlijk bijna exact bewaard gebleven. Die bepaalde, die, hoe dat die beroerte verloopt, dat die dan terug, er een soort revalidatie is en dan terug weer een totale instorting. Dat wordt in de film eigenlijk, net als in het boek, heel chronologisch verteld en behouden ook. Hè. Ja. Maar dus de film is eigenlijk wel relatief chronologisch, behalve dat je dus flashbacks hebt die eigenlijk verwerkt zitten in de tegenwoordige tijd. In het heden, ja. Die flashbacks zijn ook chronologisch, dus die gaan er ook op naar het conflict. Waardoor bijvoorbeeld dat de homo-uitings, zit die nog in de film? Ja, natuurlijk zit die nog in de film. Die zit dan meer op het einde, natuurlijk wel in het boek zitten, die flashbacks zijn niet meer door elkaar gegooid. We hebben eigenlijk gewoon inventaris gemaakt van alle scènes die in het boek zitten. Maar bijvoorbeeld ook de homo-uiting is de volwassen Jan Meerman, Tom Nanwa, die bij zijn vader komt wonen en die kijkt door het ruim en hij ziet zichzelf kussen met een jonge gast. En ineens komt Vivian erbij, de oude moeder, ziek, zoals ze in haar bed ligt, maar dat is allemaal in zijn verbeelding. En heel de uitingsscène die in het boek letterlijk hebben overgenomen, zo goed als letterlijk, speelt Jan in die slaapkamer tussen de volwassen Jan en de zieke moeder, terwijl buiten de jonge Jan met het vriendje en de moeder die dan 50, 55 is, die ik trouwens speel, maar dat zie je niet, want dat is rug. En dat wordt verknipt. Dus je verknipt continu de realiteit en de verbeelding, maar het speelt zich altijd in zijn hoofd af. Dus, en dat werkt ongelooflijk. Ja, ik heb het gevoel dat montagegewijs dat dat nog behoorlijk... Dat was heel raar. Plus was. Nee, dat was echt heel raar. Dat heb je niet altijd. Ik heb dat gehad met de Esparbita. En opnieuw met Spraakloos, dat was niet zo bij de kus en dat was niet zo bij Smoorverliefd. Je ziet 2 uur en 45, de ruwe montage van alle scènes die je gedraaid hebt. En wij zagen de film gewoon zitten in die 2 uur 45. We zagen echt van, oké, we moeten hem er maar gewoon uithalen. Dat is ballast, dat is te veel, dat niet. En dan moeten we nog wat zoeken, maar nee, dat is kei vlot gegaan. Oh, 2:45 naar 1 uur, naar 105, ja. Dat is behoorlijk wat gesneuveld, durf ik bijna niet zeggen. Maar... Nee, dat is 55 minuten zijn eruit. Dus 2:55, 120 en 45 is 165 minuten en het is nu 105. 60 minuten zijn eruit. Ja. En heb je het gevoel dat er dan scènes zijn waarvan je denkt van... ja, ze moesten eruit, maar... Ik heb dat nooit. Ik kan mij niet schelen. Als die film maar goed wordt. Dat kan mij helemaal niet schillen. Echt, ik ben zeer gemakkelijk in Kill Your Darlings. Want je hebt ze natuurlijk wel opgenomen. Pech. Het heeft geld gekost. Oh, het was leuk. Het was super. Maar het werkt niet, dus het werkt niet. Zijn er nog vragen uit de zaal? Ja, ik vroeg mij af, is dan uw script ook veel langer dan 105 pagina's? Nee, 112. En hoe komt dan dat je wel 2 uur en 45 met Omdat je hier nog wat filmt en daar, en de decoupage groter maakt en... Ik heb heel veel stilte tussen het spel was, toen ik op de set zag. Veel tijd nemen. Ja. Wat heel vaak het geval is in een scenario, je ziet dialoog en dan staat ertussen een beschrijving van iets wat gebeurt. Ja, dat staat dan zo'n blokje op 1 pagina in 1 minuut. En dat duurt 10 minuten als je het filmt. Dus zo... En dan krijg je ook uw scriptman of vrouw, die dan tijdens de film komt zeggen, in de vierde week draaien, zegt ze, Hilde, je zit nu al een 2 uur filmmateriaal. Dan zeg ik, ja, dat is dan pech, dat zien we dan wel in de montage. Dus ja, je moet daar toch de vrijheid in nemen om dat te doen. Maar dus nee, ons scenario was 112 pagina's. Ik ben geen scenarist, ik ben jeugdauteur. Maar ik, als mijn kinderen eigenlijk groot genoeg zijn, ben ik van plan om een cursus scenario te krijgen. Sorry, ik ben heel doof. Hè. Ik heb nog maar 50% gehoord. Nee, maar gezegd. Dus. Ik ben jeugdauteur, ik ben geen scenarist. En ik ben wel van plan om een opleiding te volgen tot scenario schrijven. Want ik hoor echt wel dat het iets helemaal anders is dan gewoon schrijven. En jullie hebben dat boek al. Ik zou graag een boek van mezelf herwerken tot scenario. Maar ik denk dat dat heel moeilijk is om dingen los te laten, want dat boek zit natuurlijk al in mijn hoofd, als een film. Dus ik moet eigenlijk al tijdens het schrijven van een scenario daarin knippen. Maar ja, hoe haalt je de
de dingen eruit die je moet eruit halen. Want ja, jullie hebben dat boek natuurlijk niet geschreven. Allee, is het mogelijk om eigen boek tot scenario te schrijven? Of is dat zoiets zeggen zo van... Geen flauw idee, maar ik raad het je af. Ik kan één internationaal voorbeeld geven. Stephen King, toch wel een succesvol auteur, probeert zo weinig mogelijk zijn eigen boeken tot scenario om te vormen. Hij heeft dat een paar keer gedaan en dat is niet zo goed afgelopen, om het heel diplomatisch uit te drukken. Ja. Dus hij heeft liever dat er iemand anders gewoon zijn boek overneemt. Dat zou ik jou ook voor... Of het samen doen met, want ik ken... Een nee, maar je moet iemand laten schrijven en jij kan daarop reflecteren. Maar het zelf, je eigen materiaal, dat is moeilijk, denk ik. Ja, Kathleen Verreken is ook een jeugdauteur. Die heeft haar verhaal wel tot scenario geschreven, maar samen met een scenarist. Ja. En wel, dus ik zeg, zoals Kriet op de Beek, dat met Jan Matthijs... Of mijn scenarist, Zeven Hemels Boven de Zeven, Vele Hemels Boven de Zeven, ook gedaan heeft. Maar als je dan zelf moet aan beginnen, ja, lijkt het mij moeilijk om die afstand te hebben. Laten, ja. Ja. Oké. Okay. Ik ga het toch proberen. Ja, maar er zijn geen regels. Ik bedoel, nee. Het hangt er ook een beetje vanaf dat je jezelf wel bij voelt. Die onderbreek heeft wel ervaring als dramaturg, dus die is wel. Die heeft een opleiding gehad om verhaalstructuren te behandelen, hè? Dat is iets anders. Wie? Giet Onderbeek. Giet Onderbeek. Onderbeek heeft ervaring als dramaturg, die heeft heel lang op... Maar ze schrijft niet meer, hè? Ze reflecteert alleen daarop. Ja, dat ze de ervaring heeft met verhaalstructuren, wil ik zeggen, op de helft. Maar ja, eigenlijk zijn verhaalstructuren iets heel simpels en je ziet die conflict automatisch. Ja, ik denk dat het, ik weet dat het een ander vak is, maar aan de andere kant ook niet. Nee, het is heel nee, want het is een verhaal vertellen alleen op een filmische manier. En het is allemaal nog altijd gebaseerd op de oude Grieken. En het probleem is zelf dat scenario-structuren vaak te rigide zijn en dat eigenlijk er veel meer roman en andere elementen naar scenario's zouden. De allergrote films die wijken af van de scenario-regels de hele tijd, omdat die heel. Ja, die beperken door die beperkende creativiteit, dus dat is een soort... Ja, maar die beperking. Ja, maar zoals je... Ja, maar dat is nog iets anders. Op de financiële beperking is nog iets anders dan de regeltjes van het scenario. Dat is zo, je merkt dat is heel grappig, dat heeft er niks mee te maken, maar ik heb zo'n... ik heb ook een hele academische opleiding gedaan en wat ik zo frappant vond was dat in de 16e en 17e eeuw zo'n klassicistisch theater geweest die letterlijk die de regels van Aristoteles toepaste, terwijl die van Aristoteles eigenlijk gewoon aanwijzingen waren en ook een analyse achteraf was van die stukken die geschreven werden. En dan werden die toen zo rigide toegepast dat mensen zeggen, Shakespeare, dat is gewoon dat is hopeloos, want die volgt geen enkele regel. Die breekt die de hele tijd van stijl, dramatische beknoptheid en zo. En er is in scenario schrijven op de hele planeet de afgelopen, nu ben ik echt mijn eigen mening een beetje aan het ventileren, de afgelopen 30, 40 jaar is een soort degeneratie geraakt naar, nu is Hollywood weer aan het omdraaien, godzijdank, dat merk ik heel, een film als La La Land, die nu speelt, toont dat er echt heel veel creativiteit terug is en dingen gewoon te negeren en te breken, maar het is een soort, met de blokwisseling in de jaren 80, een soort beperking ontstaan van een, die regels echt heel erg gaan moeten volgen. Dat is ook met die boeken van McKee en Sitfield en zo. Ik kom iedereen eens gaan lezen en plots hadden alle producenten die twee boeken gelezen. En maar het is niet fout om ze te kennen, nee, hè? Het is een heel goed middel, maar eigenlijk... Je moet het wel beheersen om ervan te kunnen afwijken. Ja, dat is inderdaad... Je moet het wel kennen, die basisstructuur. Zeker Robert McKee, vind ik. Dat moet je lezen, story. Het boek story. Bij de modernistische cinema, alle meestwerken uit de jaren 60, kun je die boeken gewoon weggooien. Want Nee, daar bestaat niet. Het eerste waar Kies zegt in zijn boek, this is principles, not rules. Maar het is wel goed om ze te kennen. Wat zijn principes? Ja. Als je dramatische ironie volgt, dan volgt emotie. Meestal, niet altijd. Maar het zijn principes. Ja. Maar je merkt toch vaak zo. Kan niet doen wat je wilt. Ja, het is zeker omdat hier in Vlaanderen zo'n professionalisering is pas later gekomen, in de jaren 90, zo met die boeken en zo. En je merkt dat ik heb dat heel veel gemerkt op het begin en nu gaat het makkelijker dat je echt dat het echt heel rigide wordt, waardoor dat creativiteit beperkt wordt. Echt zo met, dat ook met verlangen soms naar met VAF-commissie en zo, dat is iets wat echt heel erg opvalt. Maar ik denk dat dat gewoon
een proces is dat eigenlijk in creativiteit afhangt. Ik had een totaal andere vraag ingehouden. Doe maar één. Ja, over geld gewoon. Over geld? Ja. Het is al heel moeilijk als scenarist om... ja, het is al heel moeilijk om te leven als filmscenarist, als je een filmscenario schrijft. Maar jullie doen het met twee. Is dat dan niet extra moeilijk? Of is het kaf... Allee, ik heb ook ja, ik heb gewerkt. De chance dat ik ook nog als actrice kan werken. Ja. Ja, is zo. Ik kan tussendoor dan een draaidag hier of daar doen. Of, ik heb nu toevallig veel gedraaid tijdens die schrijfperiode. Maar ik ben begonnen door in mijn huis een hotel te doen. Dus ik ben begonnen door mensen 's morgens ontbijt te brengen en hun bedden op te dekken en in de namiddag te gebruiken om te schrijven. Dus je moet wel een manier vinden, want één, je krijgt ja... 12.500 subsidie van FAF, als je ze krijgt. Ja, dat is eigenlijk 6,5 dan of zoiets. 6,52. Of 6,52. die krijgen dan ook nog in stukjes. Mm-hmm. Dus met andere woorden, je moet het voorschieten. Dat is, als er nu één probleem is in België, vind ik, is dat er niet gezorgd wordt voor scenaristen. Er zou financiële ondersteuning moeten zijn. Voor schrijvers is het nog erger. Want, en voor schrijvers is het nog erger. Ja, dus dan heb je nog meer tijd. Want in principe kun je op 17 maanden een scenario schrijven. En dan zou zo'n 12.000 euro per uur nog kunnen. Dan verstaat dat heel erg. Maar als je een roman wilt schrijven waar je 3 jaar moet werken. En wat het fondsen letteren geeft. Dat is gewoon. Dat is krankzinnig. Dus bijwerken. Dat is wat ik doe. Ik weet niet maar. Hij is ondertussen 4 jaar universiteit gaan doen. Dus. Ja, en ik doe ook. Veel opdrachten voor caviar schrijven, ja, series of voor de mensen en zo schrijven. Maar hebben jullie eigenlijk aan dat scenario gewerkt, als je dat zo doet? Is dat een werkjaar of is dat meer? Ik denk, als een werkdag in 3 of 4 maanden denk ik in totaal. Dat ja, en ik ook zoiets, ja, pakt 8 maanden. Maar dat is natuurlijk over jaren verspreid. 8 à 10 maanden verspreid over 4 jaar, hè. Over 3 jaar verspreid. En je schrijft, vanaf dat je met 2 schrijft, schrijf je veel, veel sneller, dan gaat het allemaal veel... Omdat je een banale beslissing al meteen neemt met ja of nee, omdat je met 2 zit, dat is iets heel handigs. Ik wil eigenlijk ook zoveel mogelijk, ik heb dat gedaan in mijn eigen film ook zelf te schrijven. En je merkt vanaf dat je gewoon met iemand praat erover, of dat gaat sneller. Ja, je is veel productiever ook en dan is dat financieel. Ja, dat is toch wel echt iets angst. Je zegt daar straks van, ja, ik vond dat zo eng omdat je dan zelf moet beslissen over elke punt en elke komma. Nee, als regisseur. Week ik niet meer af van elke punt en elke comma die ik geschreven heb. Nee, als regisseur. Dus eens het af is, als je dan aan de film begint. Ik had het af en ja, ik had daar zo lang aan gewerkt, ook 18 versies, dat ik niet meer de vrijheid en de afstand had om daar op een set van af te wijken. En dan heb ik de opdracht gekregen, Dennis van Rita, wat niet door mij geschreven werd, maar wat ik wel bewerkt heb, het scenario, ik heb daar wel aan gewerkt, en de vrijheid die ik toen nam. Om daarmee te goochelen en ook op een set. En toen heb ik besloten, nooit schrijf ik nog alleen. Nooit meer. En dan heb ik daarna met Bert gewerkt, Smoor Verliefd en Spraakloos. En de volgende film hoop ik ook nog. Hè? Ja, ja. Er nog wel wat ideeën liggen. En voilà. Want jij bent ook regisseur en scenarist. Terwijl dat is niet bij zo heel veel... projecten het geval of wel, want hoeveel regieaanwijzingen zitten in jullie scenario of hoe gaat dat over het algemeen, hoe strikt bepaald? Geen. Ik heb ook altijd in een toneelversie bijvoorbeeld, als theater, ik lees nooit de regieaanwijzing, nooit. Nee, nooit. A priori niet. En wat is een, maar zo flashback en zo, is een structureel gegeven en geen regieaanwijzing? Dat is geen regieaanwijzing, hè? Dat is gewoon een situatie gegeven. Ja. En natuurlijk schrijven soms, ze lacht of hij zucht of hè, zoiets. Mm-hmm. Maar ik zie dat op een set ontstaan met acteurs. En ik ben zo lang met dat materiaal bezig dat ik heel intuïtief kan reageren op wat er gebeurt. Maar ook zelf als actrice, want ik ben ook actrice, ik ben en regisseur en scenarist en actrice, ik zal nooit een regieaanwijzing. Ik wil mij niet laten al in een richting duwen. Ik wil mijn eigen verbeelding kunnen laten werken en dan zien met een regisseur. Meestal pakt een regisseur alles af en dan zeg je oké, ik heb het helemaal fout. Acteurs zijn altijd gewend om de rol naar zich toe te trekken, naar wie ze als mens zijn.
En ze hebben vaak ook een moreel oordeel over hun rol. Amai, dat is een kutwijf of zo. Ik kan die wat liever maken. Of ik kan die wat... Gewoon omdat zij als mens niet in zo'n kutrol willen zitten. Als je verstaat wat ik bedoel. Dus automatisch als acteur ga je uw rol romantiseren. En dan is het heel goed om de regisseur te hebben die zegt: maar nee. Er staat dat of er staat. Allee, of ik wil het zo, of ik wil het zo. Maar zelf als actrice zal ik nooit een regieaanwijzing lezen. Nooit. Dus ik schrijf die ook niet in mijn scenario's. Wij doen dat niet, hè. Bijna niet, hè. Soms wel, maar... Ja, zo is grinnikt of lacht of... Nee, maar ook soms zo shotaanwijzingen, maar... Jij doet dat, maar ik doe dat wel. Hij doet dat wel, ja. En dan zeg ik al, oeh Bert, hoe zie je dat dan? Maar shotaanwijzingen doe je wel. Dan de camera staat hier ver weg en het is een long shot of... Trek mij er dan niks van aan als ik... Trek mij er niks van aan als ik er zit sta. Ja, de meest uitgesproken persoon die dat bent, is Quentin Tarantino, denk ik. Ja, maar als je die zijn scenario leest, dan is dat eigenlijk al een shooting script. En daar staat bij wijze van spreken letterlijk in wat de klankman en de geluidsman en de lichtman moet gaan doen bijna. Dus dat is echt wel zeer uitgesproken. Maar dat alsof... hoeft niet of zo. Dat is helemaal niet. Nee. Dat mag eigenlijk ook in theorie is het scenario clean. Allee, dat is wat dat heel genoeg zegt. Heel verhalend gewoon. Nee, het gewoon. Gewoon het verhaal en de dialogen. En nu, vooral in oude Hollywood, in de jaren 30 en 40 werd elke shot echt. Ja. Vroeger, ja. In de jaren 30 en 40 in Hollywood werd elke shot echt. Was een scenario gewoon een shotopstomming. Met en dan dat shot dit, dan kun je naar dan zit je dat stuk dialoog. Dus dat is helemaal. Maar daarvoor heb je een decoupage. Je hebt een scenario en dan maakt hij daarna een decoupage. Waar je ook vanaf wijkt op de set. Maar het is wel heel goed om dat te hebben als basis. Maar wie doet dat? Want allee, als je, wij zijn gewoon scenarist en dan geven we dat door aan iemand. Een regisseur en een cameraman samen maken een decoupage. Want dat is eigenlijk als scenarist en nee. Regieassistent heb ik nog nooit geweten. Maar het is ook dat. Nee, maar ze spreken dat samen. Als je zelf schrijft, dan is dat natuurlijk heel handig om dat wel te doen. Maar het is heel veel mensen om te lezen, natuurlijk voor acteurs. Schrijf je dan beter een versie waarin dat niet doet, waarin dat je dat niet doet. En voor een ploeg een versie waarin dat je dat wel doet. Bijvoorbeeld. Ja, even mag toevoegen. Hier is dan zo strikt als in Hollywood. Maar als je in Hollywood afkomt met een camera, gaan wij zien dat ze net een scenario. Dat is helemaal professioneel. Ja. Ze zeiden dat het briljant, als het een briljante opening zijn, is, geeft niemand daarom. Nee, maar Tarantino kan dat doen, maar als je als debutant in de lichtaar komt... Allee, dus daar is het heel strikt, het moet ook choreo 12. Want hier bij het FAV ook, je krijgt wel commentaar op en zo. Ja. Wat, niet doen. Geen het is de job van de regisseur om de woorden om te zetten in beeld. Ja. Dat is